De Architect van het Jaarprijs heeft als doel om vooral de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek. De vierde editie van de prijs vraagt de architecten ditmaal als thema naar de specifieke manier waarop ze omgaan met de opdracht van een project. Aan de vooravond van de prijsuitreiking 2010 delen de drie juryleden hun overwegingen rond dit thema. Allereerst aan de hand van de vraag, is de opdracht nu eigenlijk veranderd? Ja, absoluut. De opdracht is enorm veranderd. Want als je het heel generaliserend zegt, dan is voor 1800... zijn er een paar architecten die krijgen de opdrachten voor een kerk, een paleis en het huis van een rijke koopman. Maar in de 19e eeuw wordt de architectuur iets veel algemener. Wordt het onderdeel van de burgerlijke samenleving en wordt ook de burgerlijke samenleving de opdrachtgever van de architect. En dan wordt alles van markthal tot museum wordt onderwerp van de architectuur. En ontstaat ook de professionele architect. Ja, de opdracht is de afgelopen jaren zeker veranderd. Als ik naar onszelf terugkijk, we zijn naar Searchers in 2002 begonnen. En hoe zelf ons manier van werken, ons werkwijze veranderd is. Dat we heel veel meer onderzoekend zijn, veel meer experimenteel. Heel veel met echt bijzondere nieuwe vraagstukken geconfronteerd worden. Is er zeker iets veranderd. En aan het eind van de 19e eeuw komt er nog eens een keer de woningbouw bij. Daarmee is het echt maar terrein compleet. En is ook wel te verklaren waarom mensen als Henri van der Velde ook bestek voor zijn vrouw en de jurk voor zijn vrouw en stoel en lamp en behang en alles ging ontwerpen. Dat is het teken van de almacht, de almachtsfantasie van de architect op dat moment. En die periode is nu voorbij. Het is ook een beetje van alle tijden. Hè? Ik bedoel, wij klagen dan nu dat we als architecten alleen nog maar gevels mogen ontwerpen, maar in Plan Zuid van Berlage, daar werd de hele structuur ook gewoon door aannemers gebouwd. En daar werden architecten ingehuurd om de gevels te maken. Dus het is 100 jaar later is het niet veel anders. Dus voor dat soort opdrachten. Dus ik denk dat de opdracht wel zeker verandert. Omdat de wereld complexer wordt en er meer gevraagd wordt. En dat we in een cultuur zitten waarin iedereen veel meer zekerheid wil hebben. Dus het gaat over claimen en over verantwoordelijkheden. Die zijn wel veel groter geworden. En dat betekent wel dat er ook meer verantwoordelijkheid op jouw schouders komt te liggen. En daardoor moet je anders met die opdracht omgaan. Dus je moet dingen, je moet heel veel dingen beter borgen. Ja, ik denk juist in deze tijd. Het is natuurlijk ook, zeg maar, omdat het de afgelopen jaren zo goed ging met die hele ontwikkeling, met de hele bouwsector. Was volgens mij ook vaak echt geen tijd om echt goed over na te denken. Wat is eigenlijk de kerntaak van een architect? Iedereen liet zich een beetje meeslepen. Projectontwikkelaars kwamen erbij, managers kwamen erbij, kostendeskundigen kwamen erbij. Zo. Die hele groep met die je eigenlijk een proces doorstaat, werd steeds groter. En de verantwoording die een architect heeft en de kerntaak is steeds afgenomen. En dat, denk ik, is nu eigenlijk het punt om het, om het weer te wenden. Om echt weer te zeggen van nee, wat is eigenlijk ons core business? Waar moeten we ons mee bezighouden? Hoe moeten we echt heel dicht bij onszelf blijven, kritisch kijken en echt eigenlijk naar wat we kunnen, wat we in staat zijn te leveren, om het ook te kunnen leveren. Dat die randvoorwaarden weer zodanig veranderen dat we weer in staat gesteld worden om echt ook echt dat te doen waar we goed in zijn en ons niet taken te laten afnemen door andere mensen die alles een beetje aan het managen en structureren zijn. De Nederlandse architectuur is wereldberoemd geworden door slimme en opvallende gebouwen. Is er in tijden van crisis nog wel ruimte voor dat soort architectonische statements? Nou, dat statement zou ergens anders in kunnen zitten natuurlijk. Want het heeft de afgelopen decennia in Nederland heel erg gezeten in het concept en in de vorm. En in het, de uniciteit van iets. Maar je kan ook hele extreme statements maken door de dingen te doen zoals ze al heel lang gedaan worden. Er is ook een rare omkering ontstaan in de 20e eeuw. Dat de avant-garde brak met de traditie. Maar nu is er ook weer een moment dat het met de traditie van de avant-garde gebroken kan worden. Met het hele vernieuwingsdenken wat erachter zit. En, dus je kan je ook voorstellen dat er de architectuur radicaal wordt door het duurzaam zijn in alle opzichten. Door het niet experimenteren. Door echt gedegen te kijken naar wat er te leren valt uit de geschiedenis. En niet alleen maar een vorm eruit halen. Dus ja, dat kan ook een statement zijn. Niet bouwen. Dat is een beroemd voorbeeld in Frankrijk van Lacaton Vazal. Die kregen de opdracht om een plein in Bordeaux te transformeren.
En die hebben er dus een tijdje rondgekeken. Die zagen dat alle mensen wel tevreden waren zoals het was. Ze hebben ze nieuw gravel laten storten en de rest van het geld voor iets anders gebruikt in die buurt. De jury heeft 5 architectenbureaus genomineerd voor de prijs en nog een keer uitgebreid met ze gesproken. Welke aspecten vonden de juryleden bij die beoordeling vooral belangrijk? Ja, wat ons tijdens de jurering eigenlijk heel boeide, was de vraag van in hoeverre, nou ja, hoe gaan architecten tegenwoordig met de vraag om van die verandering van een opdracht? Hoe nemen ze zelf initiatief? Zijn ze proactief? Of zwemmen ze eigenlijk met een stroom mee en schuilen zich achter anderen? Proberen ze een nis op te zoeken of juist voor zichzelf nieuwe opgaven te definiëren? Om te zeggen van ik ontwijk eigenlijk een beetje de verandering en probeer helemaal een andere kant op te gaan. En wat wij wel interessant vonden is ook van die visie die gepresenteerd wordt, in hoever zie je die ook echt terug in het werk wat ze even aan het doen zijn? In hoever kun je ook wel aflezen hoe de veranderde zichtwijze zich ook toont hoe ze bezig zijn? Levert het een meerwaarde op? Of is het alleen een meer om je bezig te houden om iets te doen? Of heeft het ook echt een soort extra effect dat eigenlijk een extra kwaliteit door deze denkslag wordt gecreëerd? Wat voor mij belangrijk was bij de inzendingen waren eigenlijk 3 aspecten. Wordt er gereageerd op de actualiteit? Dus gewoon de problematiek of de kansen waar we nu in zitten. Tweede, denk ik, wat voor mij heel belangrijk was, is zit er een soort consistentie in een verhaal van de opdracht in relatie tot het bureauprofiel en het ontwerp wat je maakt? Dus dat is eigenlijk het verhaal waar we het net over hadden. En het derde is het een soort eigen verhaal? Dus is het iets wat bij die persoon hoort? Of is het is het algemeen gesteld? Dus het is natuurlijk interessant als iemand daar gewoon een soort persoonlijke houding in heeft. En daar echt eigen ideeën over heeft. Dat waren voor mij wel de 3 belangrijke dingen. Maar vooral eigenlijk die tweede, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om van hoe zit nou de relatie tussen de opdracht die je doet en wat je vindt dat het de opdracht zou moeten zijn. Hoe verhoudt zich dat nou tot jou als ontwerpbureau of als ontwerper en uiteindelijk tot de dingen die je maakt? Dus zie je daar consistentie in of zit daar een lijn in? Of zijn dat hele verschillende dingen? Het denken over de architectuuropdracht staat natuurlijk niet stil. Is er voor de toekomst nog een ontwikkeling te signaleren? Nee, ik denk dat architecten de komende decennia een ander soort opgaven krijgen. Veel meer met transformatie van het bestaande in plaats van nieuwe dingen maken. Dat er ook minder nadruk gaat komen liggen, kan niet anders, op het object. Maar tot nu toe, de afgelopen 100 jaar, zijn natuurlijk heel veel objecten ontworpen. En daar zijn mensen ook op beoordeeld, op zeg maar, de inventiviteit waarmee dat object is gemaakt. En de creatieve kwaliteiten van de architectuur komen volgens mij veel meer te liggen in die slimme omgang met het bestaande, de transformatie van gebouwen, het hergebruik, het herbestemmen. Waarmee je dus helemaal niet kan zeggen van goh, dat is echt een ingreep die je van verre ziet. In de opdracht zit de ambitie die je als architect hebt. Als die opdracht niet goed is, dan kun je nooit het goede gebouw maken wat je wil maken. Want dan mis je randvoorwaarden op een gegeven moment. Of dan kun je randvoorwaarden missen. Dus daar begint het wel heel erg mee. Dat is toch een beetje de bron van het project. En als daar verkeerde dingen in afgesproken zijn. Ja, hè, je zegt bijvoorbeeld, jij vindt het heel belangrijk dat je een gebouw maakt wat heel goed en mooi gedetailleerd is. En dan blijkt in de opdracht te zitten dat je alleen maar een VO en DO maakt. Zodat je niks te maken hebt met die werktekeningen. Ja, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus dan heb je wel een probleem. Wat ik bij ons ook zie is dat we zijn heel veel bezig ook met de transformatie van bestaande gebouwen. We hebben nu ook het tweede museum in Enschede. Zijn we net bezig. Het eerste is 2 jaar geleden opgeleverd en nu zijn we met een nieuw museum bezig. Maar het eigenlijk uitgaat ook van een bestaand oud balengebouw, wat een soort transformatie ondergaat. En dat zie ik in ons werk heel veel ook terugkomen. En dat is volgens mij wel een opgave die jou ook ligt. Omdat er zijn zoveel gebouwen waar wel net een andere transformatie mee kan gebeuren. En dat het ook echt een opgave is waar een enorme potentie ligt. Het gaat er niet om minder te bouwen, misschien veel minder nieuwbouw. Maar ik denk dat juist
met bestaande substantie iets te doen. Een herprogrammering, een herstructurering. Of het nu van kantoren naar wonen is, van kerken naar een zus, van een boerderij naar een conferentiecentrum, van een balengebouw naar een museum. Ik bedoel, dat zijn wel opgaves die zie ik veel meer verschijnen dan ook jaren terug. Dus de grenzen tussen wat nu restauratie heet, maar wat ook vaak al helemaal geen restauratie meer is, maar ook een soort nieuwe interpretatie van iets. En de architectuur, het verschil tussen restauratie en architectuur wordt volgens mij kleiner daarmee. En ja, ik weet niet of het slecht is. Inmiddels heeft de jury zijn definitieve keuzes gemaakt. Zijn er tot besluit nog gedachten die ze aan de architecten willen meegeven? Het is gewoon de dingen doen waar je goed in bent en die proberen steeds beter te doen. Dat is de essentie van van een ontwerpend vak. En dat je dus de omstandigheden creëert waarin je dat kan doen. Dus dat betekent dat die opdrachten goed bij je moet passen. Want anders heb je niet de juiste omstandigheden waarin je je maximaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om je hele leven, om je zo... Nou ja, is ook maar visie, maar dat je je zoveel mogelijk ontwikkelt en steeds beter kan worden in iets. Ja, maar dat is ook heel goed weer eigenlijk een opdracht interpreteren. Je krijgt een vraag voor een museum en die moet je echt weer spiegelen aan de mogelijkheden die er zijn. En daar echt de essentie van uithalen van waar gaat het eigenlijk om? Gaat het alleen over vierkante meters, verhuurbare oppervlakte? Gaat het over een prijswinst aan het eind? Gaat het over exploitabeler cijfers voor de komende 20 jaar? Maar wat is eigenlijk de essentie die de opdrachtgever met dat gebouw en een nieuwe functie wil bereiken? En dan heb je misschien dan aan het eind, twee kantoorruimtes te weinig. En heb je een te lage wc-unit. Maar het geheel klopt. En het geheel geeft echt een enorme meerwaarde aan de nieuwe functie. En daar gaat het om. Een soort vage gedachte hoor. Dat hele idee, wat er altijd bestaat, is dat de architectuur verbetert iets. En er zit dus enorm optimisme in alles wat architecten doen. In een hele houding. Is gedreven door dat optimisme dat ze het beter gaan doen. En wat dat betreft zijn architecten net politici die ook bij elke verkiezing zeggen van ja, nu gaan we het beter doen dan onze voorgangers. En in de architectuur is die cyclus niet 4 jaar, zoals in de politiek, maar meestal een soort decennium of anderhalf decennium. Dus nu zie je ook weer dat er met enige misprijzen wordt gekeken naar wat er in de jaren 90 is gedaan. Net zo goed als er in de jaren 90 met misprijzen werd gekeken naar begin jaren 80. En dat zo... Telkens is datzelfde mechanisme erin te ontdekken. En op zichzelf is het mooi, maar het heeft ook iets naïefs. Want je weet eigenlijk al dat wat je nu doet, ook over 10, 15 jaar beoordeeld zou worden als niet de meest geslaagde oplossing. En die mismatch die er is tussen de populariteit van een idee en de levensduur van een gebouw, ja, dat is natuurlijk wel echt een probleem. Dus je zou toch iets moeten kunnen verzinnen wat langer meegaat dan die 15 jaar. Niet alleen als gebouw, maar ook als aansprekend idee. En juist door minder te doen, minder ingrijpend te zijn, zou je dat misschien wel eens kunnen bereiken.